Hey Kanjes, wij gaan beginnen met de schrijfles. Het is bladzijde 23 van je werkboekje. Wij gaan de letter G van het woordje mug oefenen. En hoe ziet die G er ook alweer uit? Daar gaan we, let op. Je mag meebewegen met je vinger, ook over het beeldscherm. Daar gaan we. Een rondje. Trek door. Terug omlaag. Een lus. Oké, en hoe ziet die letter G er dan uit in het woordje mug? Oké, dit is het woordje mug. We zien dat de M met die hele mooie bogen in de woonkamer blijft. De E blijft ook in de woonkamer. En die gaat toch echt nog even een stukje naar de kelder toe. Daar gaan we, mug. Aantikken, naar boven en die hele mooie slanke lus. Ja, en kruisen op het lijntje. Keurig. Hoe ziet dat er dan uit in ons schrijfboekje? Let op. Wij gaan nu oefenen het woordje mug, het woordje giet en het woordje hoog. Allemaal woordjes waarin we de letter g gaan oefenen. Ik wil dat je dit woordje overtrekt. Het woordje mug. M-u-g, mug. Ik wil dat je hem opschrijft en nog een keertje. Het woordje giet. Ik wil dat je hem overtrekt. Waar moet je op letten? De g. Tik de onderkant aan. De letter T is een stokletter. Let op, die komt niet helemaal tot aan de zolder. Niet aantikken, stukje open laten. Overtrekken, opschrijven. Woordje hoog, een lusletter aan de voorkant. Die tikt de zolder aan. De O is één verbinding. Potloodje niet optillen. En de G tikt de onderkant aan. Ik wil dat je de woordjes overschrijft. Heb je dat gedaan, dan heb je bij de oranje potlood zometeen en bij de paarse potlood ruimte om twee zinnetjes op te schrijven. Hier wil ik dat je een zinnetje opschrijft. 1 gat in de heg. Punt. Deze letters staan los, maar wij gaan natuurlijk de schrijfletters gebruiken. Ik wil dat je de schrijfletters opschrijft. Dit zinnetje schrijf je één keer op en daaronder nog een keertje. Heb je de schrijfletters gebruikt, dan zien we hier weer leesletters staan, hè, de losse letters. Guus gaat er door. Punt. Losse letters, ik wil dat jij de schrijfletters gebruikt. Als je niet meer weet hoe die letters eruit zien, dan mag je dit op je beeldscherm laten staan. Want dit zijn de schrijfletters die ik zo meteen in je schriftje wil zien. 1. Gat in de heg. Die zin wordt twee keer opgeschreven. En deze maar één keer. Guus gaat er door. Succes!